Goedemorgen allemaal, welkom bij dit webinar Cybersecurity in IT en OT-omgevingen. Wij zijn ICT-groep, een grote, steeds internationalere speler op het gebied van technische automatisering. En we willen vandaag met jullie iets delen over ons vakgebied en security in IT en OT. Wij doen dat met een aantal verhalen uit de praktijk en daarvoor hebben wij een aantal sprekers uitgenodigd. Die jullie aan de hand van 4 verhalen mee zullen nemen in onze wereld en in jullie eigen wereld. We beginnen met het verhaal van Christian. Christian van ICT Group. Hij zal gevolgd worden door Henk. Henk is van Saxion Hogescholen. Stokje wordt overgenomen door Onderwier Bos van de NS. En Martijn van Raster, onderdeel van ICT Group, zal het verhaal afsluiten. Ik wil jullie allemaal vragen om vragen te stellen in de chat. Achteraf zullen jullie deze webinar ook terug kunnen kijken via de site van ICT. We hebben een uurtje nodig ongeveer. En we hopen dat jullie een leerzaam uur hebben. Christian. Aan jou. Ja, dankjewel Pascal. Ja, aan mij het verzoek om iets te roepen over security, om de intro te doen. Ja, iedereen begrijpt dat ze iets met security moeten doen. Als je kijkt naar het nieuws, dan vliegen de cyberaanvallen je dagelijks om de oren. Maar welke aanpak moet je hier nu bij kiezen om die cyberaanvallen goed het hoofd te kunnen bieden? Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid voor security vaak bij een centrale stafafdeling. Waarbij de organisatie volgt. Security is dan iets wat meestal achteraf erbij gedaan moet worden. Het resultaat is dat in plaats van doortastende goede maatregelen er vaak minder effectieve labmiddelen worden gebruikt, die ook nog eens erg duur zijn om te implementeren. In onze visie moet het beleid niet van bovenaf worden opgelegd, maar moet de organisatie als geheel betrokken worden bij het bepalen van die benodigde security. Hierdoor wordt security een integraal onderdeel van de organisatie en de lifecycle van die gebruikte systemen. Dus als onderdeel van de bestaande processen, tools, technieken en natuurlijk ook mensen. Hierdoor worden niet alleen de inzichten van de beleidsmakers meegenomen, maar ook van anderen zoals bijvoorbeeld ontwikkelaars en testers. De industrie is van origine niet ingericht op security. In tegenstelling tot de IT-omgeving was de OT-omgeving vaak niet aangesloten op het internet. Hierdoor is binnen de architectuur van de OT-omgeving het hebben van een fysieke beveiliging vaak afdoende geweest. Het gevolg is dat binnen die OT-wereld veel systemen unsecure by design zijn. Tja, en toen kwam Industrie 4.0. Een mooi sprookje, waarbij er aan die bestaande automatisering een stukje intelligentie werd toegevoegd, waardoor het ICS slim zou moeten worden. Nou, het is onze ervaring dat deze revolutie ervoor heeft gezorgd dat de OT-wereld en de IT-wereld steeds meer naar elkaar toe groeien. En op het vlak van bijvoorbeeld IoT en Artificial Intelligence, de OT-wereld, de IT-wereld zelfs begint te overtreffen. Met alle gevolgen van dien, want we zitten nog steeds met die unsecure systemen, die unsecure by design zijn. Ook de buitenwereld zit niet stil. Daar waar hackers zich voorheen met name richten op bijvoorbeeld de bancaire sector, zien we ook hier een verschuiving plaatsvinden. De slachtoffers van voorheen hebben zich steeds beter gewapend tegen mogelijke aanvallen, waardoor hackers zijn gaan zoeken naar makkelijkere slachtoffers. Zoals bijvoorbeeld de industrie. Hierdoor moet er binnen de industrie een mindswitch aangebracht worden in bewustwording. Binnen de industrie ging men vaak uit van het goede. Als er iets gebeurde, dan was dat of een fout of een ongeluk. Maar meer en meer is niet een ongeluk of een fout de oorzaak van problemen, maar moedwillige sabotage, al dan niet voorafgegaan door chantage. Dat is iets waar we binnen de industrie rekening mee moeten gaan houden en waar we ons tegen moeten gaan wapenen. Ja, en dat is mooi gezegd. Maar waar moet je dan beginnen? Wat moet je dan? Het gaat niet alleen om complexe techniek. Het gaat bijvoorbeeld om organisatievorm. Het gaat om processen. Het gaat om vaardigheden. En zoals ik net al aangaf, een security mindset. Ik steek niet onder stoelen of banken dat er moeilijke stappen tussen zitten. Maar vaak is ook veel laaghangend fruit te vinden. Het gaat daarbij om het maken van de juiste keuzes. Maak je de juiste keuzes, dan kun je gewoon meteen vandaag beginnen met het stukje bij beetje veiliger maken van het bedrijf. En wij als ICT Group willen jullie daar graag bij ondersteunen. Om jullie een beeld te geven, laten we in dit webinar 3 partijen aan het woord over hun uitdagingen en oplossingen. Henk van Saxion Hogescholen zal jullie meenemen in die wereld die steeds opener wordt binnen de OT. Vervolgens zal Onno je vertellen
Over hoe de NS omgaat met het maken van keuzes en het stellen van de juiste prioriteiten. En Martijn zal tenslotte wat vertellen over hoe je met security kunt omgaan in de dagelijkse operatie. En kunt zien wat er in je omgeving gebeurt. Henk, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Christian. Even voorstellen, mijn naam is Henk van E. Ik ben ethisch hacker van mensen. Dus ik bel bedrijven op namens de ICT Helpdesk zogenaamd. En minimaal 30% geeft dan een username wachtwoord af ter illustratie. Ook zelf slachtoffer geweest van ransomware waarbij 150.000 bestanden per kwartier versleuteld werden. Docent informatiebeveiliging, Information Security, Saxion Hogeschool. Waarbij we bezig zijn in Apeldoorn een veiligheidslab op te zetten. We houden ons onder andere bezig ook met money muling. We doen ICT-scans op bedrijventerreinen. En we zijn dus in het hele spectrum van informatiebeveiliging actief. En specifiek ook de OT-omgeving. Dus daar ga ik zo meteen op in. En daarnaast, en ik ben nu ook in Leeuwarden, ben ik actief op de MKB Cybercampus. Waar we van alles doen op het gebied van cyberweerbaarheid van het MKB. Onder andere in de agrarische sector en daar kwam ik ook in aanraking met de OT-omgeving. Dus dat was ook de aanleiding eigenlijk om me erin te verdiepen. En ik zit ook in een traject van het HackRight waarin ik een jongen begeleid die heel goed kan hacken. En die probeer ik nu ook de ethische kant bij te brengen. En het is fascinerend om te zien hoe een hacker kijkt naar techniek en alleen maar bezig is met welke kwetsbaarheden kan ik misbruiken. Dus dat is voor mij ook heel leerzaam om te ervaren. Zoals ik zei, dit is een ander webinar op zich, maar dit is de wereld van money mules. En dit zijn advertenties die op social media verschijnen. Waarin mensen gelokt worden om hun bankpas pincode af te staan en vervolgens in grote problemen komen. Omdat dan bijvoorbeeld de incassobureaus op de stoep staan bij degene van wie de rekening is. Nogmaals, het is even een andere hobby, maar elk podium gebruik ik om toch de aandacht te vestigen op deze hufterigheid. Terug naar het onderwerp. Ik ben ook bij Saxion actief en vanuit de MKB Cybercampus heb ik ontdekt dat eigenlijk de operationele technologiewereld ontdekt. En wat we bij Saxion doen is de security professionals van morgen opleiden. En ik merkte dat in het onderwijs eigenlijk alleen maar gaat over IT en de OT kant een soort black box is wat geen aandacht krijgt. Ten onrechte, hè, omdat wat Christian ook al zei, dat die werelden steeds meer naar elkaar toe groeien. En ik denk dat de security professional van morgen zeker ook die OT-kant in zijn bagage moet hebben. Omdat de context zo anders is. Als voorbeeld, in de IT-omgeving kun je makkelijk zeggen, we zetten het systeem eventjes uit. Hè, omdat er een backup moet draaien, een patch moet draaien. In de OT-omgeving heb je dan direct een probleem vanwege de beschikbaarheid en de processen die je niet zomaar even stop kan zetten. We hebben een practical line opgezet, There's More Than Just IT. En daarin zijn we dus juist in die OT-kant bezig. Onder andere voor de gemeente Apeldoorn en het Cybersecurity Centrum Maakindustrie om ook bij bedrijven projecten te doen. En dan kom je in de wereld van, hoe zit het eigenlijk met de stoplichten in Apeldoorn? En dit zijn niet de onderzoekers van Saxion, maar dit is even een voorbeeldje van dat de wereld van OT steeds kwetsbaarder wordt voor cybercriminelen. Omdat het steeds slimmer wordt en met andere woorden aan het internet gekoppeld wordt. Studenten van Saxion hebben dus ook in de gemeente Apeldoorn gekeken van hoe is het eigenlijk geregeld met de security van de verkeerslichten. Maar ook hebben ze gekeken naar bijvoorbeeld sluizen, bruggen. Hoe is daar de cybersecurity geregeld en de informatiebeveiliging. Wat je ziet is dat het steeds meer op afstand bestuurd kan worden. En dat betekent dat er een koppeling met het internet is. En alles met een IP-nummer heeft mijn jeugdige HackRight vriend mij geleerd. Is hackbaar en dat gebeurt dan ook. Dus ook sluisjes en dammetjes die kunnen prima op afstand gemonitord worden inmiddels. En dat brengt nieuwe risico's met zich mee. Hier zie je dat ook, hè? Sluizen en gemalen kwetsbaar voor hackers. Dus dat zijn de krantenknipsels die voorbij komen.
Dus het is een heel actueel onderwerp om ook aandacht op te vestigen binnen het onderwijs. Dus ik ben blij dat we dat ook kunnen doen. De andere kant is de procesautomatisering, dus de aansturing van lopende banden bijvoorbeeld. Dat zit vol met automatisering. Maar ook windmolens, die hebben vaak software draaien. En ook steeds meer zie je dat dat op afstand bestuurd kan worden en bediend. Nou, dat moet via het internet en dat maakt weer kwetsbaar. Terug even naar de agrarische sector. Daar is het treffendst uit te leggen ook wel waar we dan tegenaan lopen. Dit is een ene slachterij die maar liefst hoogvoltage schrikdraden heeft gemonteerd tegen dierenactivisten. En dat is natuurlijk hartstikke goed. De vraag is even, hoe is het met je digitale hacken? En daar zie je dat er nog wat nodige te doen valt. Aan de ene kant zie je steeds meer opkomst van slimme apparaten. Met één app kun je je hele stal besturen. Klimaatbeheersing kan via wifi. Maar hoe heb je dat dan eigenlijk beschermd? En wat je daar dan ziet, is dat je bijvoorbeeld in een stal komt waar nog een oude XP-machine draait, waar software op staat, waar niemand meer weet wie de leverancier was. En je mag het vooral niet uitzetten, want dan is er helemaal een probleem. Maar als je dat soort besturingssysteem natuurlijk blootstelt aan het internet, ja, dan kun je bedenken dat dat vol met kwetsbaarheden zit. Als je kijkt naar een boerenbedrijf, daar zie je de rechtsboven de stal. Daar zie je PLC, Programming Languages, Siemens kasten, waar software in draait om bijvoorbeeld het klimaat te beheersen. En in de wereld dat het nog niet gekoppeld is, zie je linksonder de bedrijfssoftware, maar ook de software waar kinderen mee spelen, de games die gespeeld worden. En die werelden waren gescheiden. Maar wat je nu ziet is dat het steeds meer geïntegreerd wordt, wat Christian ook al aangaf. Waardoor je dus koppelingen krijgt tussen het bedrijfsnetwerk, de IT-kant en de OT-kant. En dan wordt het interessant om dan ook bijvoorbeeld bij een agrariër aan tafel te zitten en te horen dat de stalbediening ook gebeurt via een wifi-netwerk wat verder niet beveiligd is. En als je dat bedenkt, dan kun je bedenken van ja, misschien zou je wat meer aandacht moeten besteden, juist ook aan die digitale hacken die je hebt. Maar daar valt toch een hele hoop bewustwording en ook gewoon maatregelen te nemen om te zorgen dat niet ransomware of cybercriminelen toegang kunnen krijgen tot zo'n klimaatbeheersing. Ik vroeg hem, wat betekent het nou als je een uur lang de airco uitzet in zo'n stal? Dan gaan 170.000 kuikens, die gaan dan dood. Los natuurlijk van de dierenleed is dat natuurlijk ook direct een hoop geld verloren gegaan. Dus de afhankelijkheid van IT en OT is groot, maar de bewustwording die laat soms wat te wensen over. De uitdaging is dus om te zorgen dat je ook de risico's van de OT-kant voor het voetlicht brengt. En wij proberen vanuit Saxion de security managers van morgen, de security officers, deze wereld mee te geven. En dat is ook mooi dat ik dus dit podium kan krijgen om ook te laten zien dat wij vanuit Saxion in ieder geval actief zijn om hier onderzoek naar te doen. En dat doen wij op een aantal manieren, bijvoorbeeld via praktijkopdrachten of afstudeerstages. Maar wij staan ook open voor seminars over die OT-kant. Omdat wij het belang nadrukkelijk onderkennen dat de nieuwe risico's zich aandienen. En dat je daar op een goede manier mee moet omgaan. Dat was mijn verhaal voor nu. Dan wil ik graag het woord geven aan Onno om het stokje over te nemen. Dankjewel. Mijn naam is Onno Wierbos. Ik ben IT-lead testen van de Nederlandse spoorwegen. Met een specialistisch team houd ik mij dagelijks bezig met thema's als testautomatisering, performance testing en security testing. En dat doen we binnen het testcompetencenter. Het testcompetencenter is een club van ongeveer 180 mensen die NS-breed zorgen dat de kwaliteit van de IT-systemen van voldoende kwaliteit zijn voordat we de boel in productie nemen. 180 man, dat klinkt als best wel veel. En dat is het ook. Maar NES kent ook ongelooflijk veel IT.
Ik heb een aantal plaatjes meegenomen van hoe ziet het IT-landschap van NS er dan zoal uit. Nou, we hebben bijvoorbeeld planningssystemen en bijsturingssystemen om onze treinenloop te faciliteren. En wat veel mensen ook wel kennen, dat zijn onze reisinformatiesystemen. Reizigers vinden het vaak fijn om te weten hoe laat dat de trein vertrekt of hoe dat je zo snel mogelijk van A naar B kunt reizen. Maar dat IT-landschap dat wordt steeds uitgebreider en daar heb ik ook een paar plaatjes van meegenomen. Bijvoorbeeld de foto rechtsbovenin, een klokje, een smartwatch. Dat is een apparaat wat conducteurs tegenwoordig bij zich hebben. En dat apparaat dat geeft een trilsignaal voor het moment dat de conducteur moet fluiten voor vertrek. En dat helpt NS enorm om op tijd te kunnen rijden. Het middelste plaatje bovenin, dat illustreert wat IT op de trein. En daar zie je dat het IT-domein en het OT-domein, het domein van de operationele technologie, steeds meer verweven wordt in elkaar. En dat dat steeds meer bij elkaar komt. Het plaatje linksboven, nou dat lijkt ogenschijnlijk een mechanisch vehikel. En dat was het tot voor kort ook. Maar ook de OV-fiets bevat tegenwoordig IT. Want het fietsslot van de OV-fiets open je tegenwoordig niet meer met een fietssleutel, maar wordt geopend met je OV-chipkaart. En die fiets staat op die manier in verbinding met de hub, met het station. En dat station dat staat vervolgens weer in verbinding met het IT-landschap van NS. En al dit soort ontwikkelingen van IT, die maken dat IT-landschap steeds groter en groter. En dat brengt ook een cyberrisico met zich mee, want cybercriminelen hebben steeds meer ingang en steeds meer mogelijkheden om dat IT-landschap van NS binnen te dringen. Dus dat is een toenemende bedreiging die we zien bij bedrijven als NS. En wat we parallel ook zien is dat de vorm waarin hackers aan de slag gaan, die verandert. Waar hackers vroeger nogal geënt waren op baldadigheid of op financieel gewin, zie je dat er tegenwoordig ook steeds meer grootmachten zijn in de wereld. Die kosten nog moeite sparen om alles uit de kans te halen om ook organisaties als NS, vitale organisaties, aan te vallen. Nou, dat is een ontwikkeling die we zien. Ongeveer 5 jaar geleden hebben we besloten vanuit het testcompetentiecentrum van de Nederlandse Spoorwegen om sterker in te gaan zetten op cyberveiligheid. En dat was aan de ene kant ingegeven vanuit de zaak die ik zo net benoemde. En aan de andere kant zagen we ongeveer 5 jaar geleden dat er binnen NS een stevige transformatie ging plaatsvinden op het gebied van de manier hoe dat we software ontwikkelen. Op dat moment zagen we dat agile ontwikkeling, dus kortcyclisch producten in productie nemen, dat werd steeds meer de standaard en niet meer een uitzondering. En we zagen dat eigenlijk de conventionele manier van pentesten niet zo goed meer aansloot op die voortbrenging. Want waar we conventioneel zeg maar 1 keer per kwartaal een release in productie brachten en dus prima 1 keer per kwartaal een grondige pentest konden laten uitvoeren, gaat die vliegen niet meer op het moment dat je 1 keer in de 2 weken of soms nog zelfs kortcyclischer de boel in productie wilt nemen. Dus je kunt niet anders dan zelf stevig in te zetten op kennis van cyberveiligheid. Nou, we zijn in eerste instantie ongeveer 5 jaar geleden zijn we de eerste mensen gewoon op training gaan sturen. Certified Ethical Hacking, CEH, dat was de training waar we toen voor kozen. En wat we zagen was in ieder geval veel enthousiasme. Mensen kwamen terug van die training. Nou, die hadden de basisskills op orde en die waren natuurlijk nog geen volleerd ethical hacker. Dus wat we gingen doen is op het moment dat er een externe pentestpartij kwam om een pentest uit te voeren, gingen we zelf aan de slag om eerst te proberen die pentest zelf uit te voeren. En dat ging best aardig, hè, want we vonden bevindingen, kwetsbaarheden. We vonden kwetsbaarheden die de pentestpartij ook vond en we vonden ook kwetsbaarheden die de pentestpartij vervolgens niet vond. Er zaten ook wel wat manco's. Het was best traag en het was voor een organisatie als NS al helemaal niet schaalbaar. Dus op die manier ga je de wedstrijd niet winnen. In 2018 zijn we de koers wat gaan veranderen. En toen kwam eigenlijk de vaart daadwerkelijk in het pentestgebeuren van NS. Vanaf 2018 zijn we namelijk niet meer zozeer gaan focussen en sturen op pentesten. Maar we zijn gaan focussen en sturen op threat modeling. En threat modeling, daar ga ik zo meteen wat meer over uitleggen wat dat precies is en hoe dat we dat doen binnen NS. Maar kort gezegd is threat modeling een soort van product risicoanalyse, zou je kunnen zeggen, specifiek geënt op cyberveiligheid. Enige tijd geleden zei ik tegen een collega, ja, het is bijna een tegelwijsheid. Als je stuurt op threat modeling, dan komt de pentest vanzelf. En dat is ook hetgeen wat we nu doen. We sturen volledig op threat modeling. En we zien dat als gevolg van threat modeling, dat teams en organisatieonderdelen vanzelf eigenlijk met pentesting aan de slag willen. En daar hoeven we dan veel minder op te sturen. Dus dat is echt een makkelijk vehikel.
Nou, waarom zetten we dan zo stevig in op threat modeling? Het is veel eenvoudiger om te leren dan pentesten. Want de principes die moet je zowel voor threat modeling als ook voor pentesten goed snappen. Alleen voor threat modeling hoef je niet de bekwaamheid in het gebruik van tooltjes zoals Burp Suite goed te beheersen en ook de snelheid daarin te kennen. Threat modeling is ook een instrument waarmee je teams heel goed kunt aansluiten. Je kunt teams echt betrekken in interactieve threat modeling sessies. En dat is veel eenvoudiger dan wat je met pentesting doet. Dat is toch veel vaker een individualistische of duo aangelegenheid. En daarmee heb je veel voordelen. Want aan de ene kant maak je gebruik van de kennis die in het team zit. Die je als cyber expert kunt hergebruiken. En aan de andere kant neem je team mee ook in het vergroten van de cyberveiligheid kennis. Een ander bijkomend voordeel is dat het eigenaarschap en het commitment, de betrokkenheid van het team, dat gaat echt groter worden. Want een van de dingen die we ook zagen een jaar of vijf geleden, de cyberbevindingen die geregistreerd werden in naar aanleiding van een pentest, die werden welkeurig opgevoerd op de backlog van het team. Maar het kreeg vaak niet de prioriteit die het eigenlijk zou moeten hebben. En door die teams door middel van threat modeling echt mee te nemen in die pentestactiviteiten gaat dat veel meer leven. Snappen mensen ook voor wat betreft de moeilijkere te snappen bevindingen wat het precies inhoudt. En zijn developers uit het team veel beter in staat om ook de product owner mee te nemen in waarom dat het nodig is om daar de prioriteit aan te geven. Dus eigenaarschap, heel belangrijk dat je dat goed bij de teams neerlegt. Nou, wat zijn voor mij de voordelen als IT-lead in het insteken op threat modeling? Ik merk dat we heel sterk grip krijgen op wat we doen op cyberveiligheid. En we kunnen keurig identificeren wat onze kroonjuwelen zijn binnen de organisatie. En we kunnen sturen op een bepaald percentage van threat modeling sessies die we willen afronden in een bepaalde tijdseenheid. We maken het ook traceable. We houden het beheersbaar. We kunnen zien van welke systemen. Systemen zijn welke threadmodels en welke niet, of welke zijn alweer gedateerd. En we kunnen los daarvan ook bevindingen in een vroeg stadium oplossen. Want op het moment dat je begint met threadmodeling, dan zie je soms dat bepaalde maatregelen al onvoldoende zijn geïdentificeerd. En kun je op dat moment oplossen en je hoeft niet te wachten tot de werkelijke pentest heeft plaatsgevonden. En tenslotte, ja, ook organisatiebreed, het leereffect is grandioos. En dat is een heel goed, een mooi voordeel van threat modeling. En je kunt ook junior of medior pentesters al in een eenvoudiger stadium betrekken met het succesvol meedraaien en zich ontwikkelen tot senior pentester. Dan gaan we naar de methode. Vanuit NS hebben we de methode omarmd die Microsoft heeft ontwikkeld. En die is gebaseerd op STRIDE. En STRIDE is een acroniem voor een aantal categorieën bedreigingen die je kunt identificeren vanuit cyberveiligheid. Ik pak de eerste, spoofing. Dat staat voor iets als jezelf voordoen als iemand anders. Dat geldt voor zowel een persoon kan dat gelden als ook voor een IT-systeem. Als je een team uitlegt wat spoofing inhoudt, dan kun je ook met een team verzinnen wat je zou kunnen doen om maatregelen te nemen dat niet kan. En dan zal zo'n team bijvoorbeeld zeggen, nou dan kunnen we dat oplossen door authenticatiemechanismen te implementeren. En vervolgens kun je zo'n team challengen, want op het moment dat je een username en een wachtwoord hebt, is dat dan voldoende? Wat is de policy die je als bedrijf stelt en hoe heb je dat als team geïmplementeerd aan de frequentie waarin je je wachtwoord moet wijzigen en wat de complexiteit is van dat wachtwoord? Of wat dacht je van two-factor authentication? Is dat goed toegepast? Nou, dat zijn allemaal aspecten die aan de hand van STRIDE naar voren komen. En het is jammer dat zo'n webinar op dit moment natuurlijk niet met fysiek publiek is. Anders had ik nu de vraag gesteld, wat zie je op dat plaatje in beeld? Ik geef jullie 3 seconden om erover na te denken. Dat is inderdaad, 67% had het goed, information disclosure. Je kunt ook vanuit information disclosure perspectief kijken met het team. Waar zitten de kwetsbaarheden in jullie systeem? Wat zijn de hoeken van het systeem waar de gevoelige data is opgeslagen? En via welke interfaces kun je dat benaderen? Nou, hoe gaat het dan in zijn werk? Op het moment dat we met threat modeling aan de slag gaan met een team, dan beginnen we eerst met een architectuurplaatje.
Nou, als je geluk hebt, dan is er een actueel architectuurplaatje beschikbaar. Als je pech hebt, en dat is vaak in de praktijk, dan zijn de architectuurplaatjes of niet actueel, of ze waren toch niet optimaal beschikbaar voor de threat modeling sessie. En dan teken je iets. En dat laat je gewoon aansluiten bij de behoeften van het team. En ook hetgeen waarvan je zelf denkt voor dat systeem wat er nodig is. De illustratie die ik hier heb meegenomen is een relatief simpel whiteboard plaatje. Als je dan dat architectuurplaatje beschikbaar hebt, dan ga je aan de slag om trust boundaries te identificeren. En je identificeert dat bijvoorbeeld het linkerdeel van dit plaatje, dat is internet, dat is de plek waar de boeven starten met hun aanval. En je zou kunnen zeggen, nou, dat internet heeft dus een lage trust en hetgeen wat in het datacenter staat van NS, dat heeft een hoge trust. En op het moment dat je bijvoorbeeld naar iets gaat kijken als een DDoS aanval, nou, dan is de kans dat je vanuit een laag trusted gebied gaat DDoS'en naar een hoog trusted gebied is groter dan dat je binnen een trusted zone gaat DDoS'en. En dus op die manier maak je gebruik van de trust boundaries om eigenlijk ook de complexiteit te beperken. En een andere trust boundary die je hier zou kunnen identificeren is die van de identity provider. Je zou kunnen zeggen, nou, dat is een product dat wordt geleverd door een externe leverancier die daar goed in is. Nou, we weten dat we op de laatste patch levels van het product zitten. Dus we beschouwen die identity provider als trusted. En dan gaan we niet van onze cyberkennis inzoomen op die identity provider zelf. Ook dat zijn dus maatregelen die ervoor zorgen om de complexiteit rondom threat modeling te beperken. Maar als je dat dan eenmaal gedaan hebt, dan identificeer je ook de data flows. Daar staan die pijltjes voor die tussen verschillende systemen zijn geïdentificeerd. En bij die data flows identificeer je welke data en welke interactie dat tussen de subsystemen plaatsvindt. Als je dat eenmaal in kaart gebracht hebt, nou dan komt Stride om de hoek kijken. Want dan ga je per dataflow vanuit Stride perspectief kijken. Wat zouden de kwetsbaarheden kunnen zijn die op deze interface plaatsvinden? En op het moment dat je dan één sessie hebt gehad, of misschien heb je er soms twee of drie nodig. Nou, dan krijg je het resultaten. Daarvan zie je dat bijvoorbeeld het team heeft gezegd, nou, tussen twee interfaces richting customer service bijvoorbeeld, hebben wij geen multi-factor authentication geïdentificeerd. Nou, op het moment dat je dat weet, dan kun je dat thema op de backlog zetten van het team. En dan kan het team aan de slag om dat te gaan implementeren, nog voordat je de pentest hebt uitgevoerd. Nou, op het moment dat je dan dat wel hebt geïmplementeerd, dan volgt alsnog natuurlijk de pentest waarin je gaat aantonen dat dat inderdaad ook op de juiste manier is geïmplementeerd en dat er geen fouten zijn gemaakt vanuit de codeur. Nou, wat ik al aangaf, schaalbaarheid bij dit soort initiatieven is voor organisaties als NS ongelooflijk groot. Dus wat we hebben gedaan is om dit, de schaalbaarheid te faciliteren. We hebben ook een aantal workshops ontwikkeld. Bijvoorbeeld de threat modeling, daar organiseren we workshops voor. Als teams voor de eerste keer aan de slag gaan met threat modeling, ja, dan is het vaak praktisch om ervoor te zorgen dat die mensen meedoen aan een workshop. Dat is veel schaalbaarder dan wanneer je zo'n team individueel moet gaan opleiden. En ook individuen kunnen daaraan meedoen. En aan de linkerkant van het scherm zie je een hele mooie laptop stekker, Eye Capture the Flag. We hebben ook workshops waarin mensen op zoek kunnen gaan naar vlaggen die verstopt zijn in een fictief systeem. Ze gebruiken daarvoor hacker tools en developer tools om echt de eerste stap te zetten in de hackerswereld. En op die manier proberen we mensen, IT professionals binnen de NS te enthousiasmeren om steeds meer te gaan doen op dit vlak. Nou, deze plaatjes die zijn zoals je ziet wat gedateerd, want sinds ongeveer een jaar werken we voornamelijk thuis. Ik hoop dat we zo rond de zomer dit soort workshops ook weer voor NS kunnen gaan identificeren, organiseren. Nou, dit congres gaat voor een belangrijk deel natuurlijk over OT. Wat we zien is, ook OT krijgt steeds meer aandacht. De kortcyclische opleveringen die spelen daar wat minder. Maar ook threat modeling, dat is een aanpak die we ook steeds vaker in het OT-domein invoeren. En ook het enthousiasmeren van techniekprofessionals binnen NS voor Capture the Flag workshops, dat heeft veel aandacht. En op die manier zie je dat we vanuit het IT-domein ook OT steeds meer meenemen om dit soort ontwikkelingen samen te doen. Dat was mijn presentatie. Nou, ik ben benieuwd welke vragen dat er komen straks bij de vragenronde. Dan geef ik hierbij mijn woord aan Martijn.
Mijn naam is Martijn Kooij. Ik ben de managing director van Raster. En Raster is een onderdeel van ICT Group. En ik neem jullie vandaag mee in een klantcase in de olie- en gasbusiness. Van jou, hoe die omgegaan is met de cybersecurity vraagstukken op het OT-domein. Zoals je kan zien zitten wij als system integrator actief in het PLC SCADA HMI domein. Cybersecurity is meer en meer een topic. Een belangrijk onderdeel in de olie en gas is naast besturingstechnologie ook process safety. Dus dan moet je denken aan SIL3 normeringen binnen ATEX omgevingen. Daarnaast heeft Raster ook een R&D-tak waarin wij maatwerk producten maken. En die zijn ook actief in de olie en gas. En uiteraard is daar ook cybersecurity een topic van. Om jullie een beetje mee te nemen, ik denk niet dat iedereen actief is in de olie- en gaswereld. Nederland is natuurlijk een olie- en gasspeler, met name een gasspeler op de Noordzee. Om je een beetje beeld te geven naar deze klant. De klant heeft verschillende productieplatformen. Niet te verwarren met een boorplatform, want een boorplatform is er eenmalig om de put te boren, zogezegd. En vervolgens heb je een productieplatform. Die het gas oppompt en naar de wal produceert. Vaak gebeurt dat ook in het is een netwerk van pijpleidingen. En er zijn er maar een paar pijpleidingen naar de kust. En er zijn wel tientallen, zo niet honderden platformen actief. Dus het is een grid van vele, vele platformen die met elkaar in verbinding staan. Met een pijpleidingstelsel. En onze klant die heeft dat dan ook in een hubstructuur. Dus je moet het zo zien dat er zijn grotere platformen die krijgen gas aangestuurd van kleinere platformen. En alles staat op een of andere manier meer en meer met elkaar in verbinding vanuit de digitalisering. Dus vroeger waren alle platformen bemand, ook de kleintjes. En tegenwoordig zijn de meeste onbemand en zelfs vanaf de wal aangestuurd. Dus dat is een hele andere dynamiek. En dat is pas denk ik echt een stap gemaakt de laatste 10 jaar. Dus het brengt een ontzettende vraag met zich mee. Omdat de platform aan zich, die komen wel uit 1980 of de 90e jaren. Dus die zijn geplaatst met relatief conventionele oudere PLC SCADA technologieën. En die zijn nu dus remote accessible. Dus wat brengt dat met zich mee? De klant had ons gevraagd van we hebben wel een bepaalde procedure, maar help ons nou ook met de compliancy van die procedure, ook ten aanzien van de wet en regelgeving. Het is een kritisch productieproces voor Nederland aan zich. Daarmee hebben ze een A-status gekregen vanuit de overheid. Dus ze hebben een zogezegde productieverplichting en ze moeten compliant zijn aan bepaalde wet en regelgeving. Tweede is, naast compliance design is het ook wel handig dat ik überhaupt weet dat mijn OT-omgeving cybersecure is. En als dat niet zo is, hoe kan ik het dan traceren? Dus hoe kan ik zien dat daar misstanden in zijn of afwijkingen? En tweede is, als je dan een oplossing biedt, Raster, we moeten gewoon doorproduceren. Dus het moet eigenlijk on the fly geïnstalleerd worden en daarna moet ik er eigenlijk geen last van hebben. Dus ik wil zo min mogelijk impact hebben op mijn performance. Dat was eigenlijk de vraag, de hulpvraag. Daarnaast hadden ze nog een paar wensen. Van let erop, het moet wel een tool zijn die specifiek in het OT-domein geschikt is. Er zijn heel veel cybersecurity oplossingen, maar die zitten met name op de IT-omgeving. Wat net ook al aangegeven wordt, dat geeft hele andere eisen. Het bekende verhaal wat ook aangehaald werd door de vorige sprekers was het resetten van... van een netwerk ergens 's nachts. Dat is leuk in een kantooromgeving, maar dat wil je niet op een productieplatform. Wat de klant ook zei, ik wil eigenlijk wel een product hebben wat off the shelf is. Dus ga nou niet een eigen ontwikkeling maken, maar pak iets wat breed in de markt al geaccepteerd is. We willen ook iets hebben, kleinere beginnen en groot kunnen eindigen. Dus dat moet een schaalbaar product zijn. Vaak is het, dit topic is, ziet men als iets heel groots, ook bij dit bedrijf. En we hebben eigenlijk iets gezocht van, we pakken een oplossing die heel goed is en schaalbaar is.
tweede criteria van de klant of de tweede, de vierde inmiddels, is van ja, wij hebben maar een beperkt aantal tijd. Sterker nog, we moeten steeds meer doen met minder mensen. Kan het systeem ons niet ondersteunen in het in de eigenschappen van het OT-netwerk? Dus kan het zelflerend zijn? En daarnaast is dan een vraag van, ja, blijf ons ondersteunen zodra het ook actief is. Nou, met dit gingen we ons onder ons arm. Als je dan kijkt naar OT security, dan zijn er eigenlijk vijf stappen die je op kan pakken en die je eigenlijk continu doorloopt. De eerste stap is je bewustzijn van dat er iets plaatsvindt. De tweede is dan, ja, pak dan een aanpak die dan daarop werkt. De derde stap is dan probeer jezelf daarvoor te beschermen. De vierde stap is het detecteren en het monitoren van hetgeen wat je dan wilt beschermen. En vervolgens de vijfde stap is daarop te reageren, aan te passen en dan weer door te gaan naar stap 1. Om zo continu bezig te zijn op het vlak van cybersecurity. Onze oplossing richt zich met name, die we hier hebben opgepakt, is op puntje 4. Het detecteren en het monitoren van afwijkingen. De klant hebben we een oplossing aangereikt van Radiflow. Radiflow is een Israëlische partij, specialist op dit vlak. We hebben een benchmark gedaan vanuit raster van de diverse leveranciers. En waren van mening dat voor deze klant deze oplossing de beste productoplossing is. Houdt het dan eigenlijk in? Het is een stukje software suite. Die het OT-netwerk monitort en kijkt van wat gebeurt er op het netwerk, ben ik onder attack? Wordt de juiste policy gedaan, dus bijvoorbeeld zijn de juiste gebruikers actief, zijn de juiste netwerkdevices actief, draait er de juiste firmware? Maar ook ten aanzien van onderhoud, bijvoorbeeld van kan ik zien of een user bepaalde commando's stuurt, dus bijvoorbeeld wordt er een PLC gestart en gestopt en zo ja door wie? En zijn er afwijkingen in het veld? Dat is een stukje software wat dan draait op het systeem. Dat geeft dit schema aan. Wat je eigenlijk doet is je pakt je OT-netwerk aan de linkerkant, situatie 1, en je gaat de data ga je mirroren. Dus je wilt, wat ik een criteria was, heb geen invloed in de dagelijkse operationele werkzaamheden. Dus je wilt niet binnen het OT-netwerk wat actief is gaan zitten. Maar we pakken de mirror port van de switch. Die data, elk bericht wat er overheen komt, wordt gelezen en geanalyseerd door het systeem. En wordt vervolgens gemeld. Wat ook zou kunnen zijn, wat bij deze klant ook is, als je dan een hubstructuur hebt, is dat je dus kleinere assets hebt die je dan met remote data de data wilt oversturen. En deze oplossing heeft ook een industriële, verzameldoos. Die kan de data al bufferen, comprimeren en dat doorsturen naar die server die dat dan monitort. Tweede punt was ook, was ook een eis van de klant, die zei ja, ik wil eigenlijk niet een los systeem hebben wat op zichzelf staat, want hoe dan moet ik weer de operators naar het scherm laten kijken. Dus wat we ook gedaan hebben voor deze klant is dat we een interface gemaakt hebben tussen het Radiflow systeem en hun centrale controlekamer. Dus in de centrale controlekamer wordt gemeld als er dus een afwijking wordt gedetecteerd door het systeem. En dan kan een OT cybersecurity expert kan dan kijken wat er heeft plaatsgevonden in details in het Radiflow systeem. Wat dit systeem ook doet is, hij kijkt dus elk bericht nauwkeurig door. En dat heet dan Deep Packet Inspectie. En hij kijkt ook echt naar de OT protocollen. Dus hij is gewend om bijvoorbeeld met een Siemens S7 of een Mobis TCP of in de gebouwautomatisering, bijvoorbeeld een BACnet, die protocollen die kent hij. En bijvoorbeeld hackers, het is bekend dat sommige systemen door afwijkingen in het protocol te maken, tot een systeem bijvoorbeeld op hold gaat staan. Dus dat zou je kunnen doen en daar zijn ook voorbeelden van, dat je dus een complete productie plant door het Mobus register in detail op het klaarschip aan te passen, tot een PLC een incorrect Mobus bericht krijgt en daardoor dus een complete shutdown op de site heeft. Dit systeem gaat dus al die pakketjes analyseren op de zaken die hier benoemd staan.
Wat het ook doet is, het is zelflerend. Dus hij pakt de gemiddelde data van het netwerk en kijkt welke IP praat met wie en wat is dat in detail. En zo kan die dus heel jouw OT-architectuur plotten. Dus het is niet dat jij als gebruiker het systeem invoert van deze stem praten met elkaar. Nee, het systeem kan zichzelf dat ontleden. En ik had ook met deze klant een discussie, omdat het een dusdanige oude installbase is, uit 1985, zoiets komt het. Ik zei, nou, er zit vast wel ergens een device in wat wij nu niet weten dat er zit. En we rempelden inderdaad, dit systeem heeft inderdaad ergens links onder in de hoek een systeem gevonden wat naar buiten zat te bellen, wat men niet zich van bewust is. Dus het voordeel is van dit systeem ook met de procedures, het helpt je in de aantoonbaarheid hebben, het feitelijk krijgen van hoe het echt zit. Vaak denk je wel, ik weet het wel, maar hoe kun je dat nou aantonen? En dit systeem helpt je daarbij. Wat het bijvoorbeeld doet is, een algemeen dashboard, je ziet daar meldingen in prioriteiten, dat heeft de klant dan ook. Je kan erop klikken en op zo'n melding en dan kun je doorklikken en uiteindelijk helpt hij jou in de analyse die hij daarin vindt. Dus als gebruiker word je echt geholpen en gestuurd. Dus je moet het zo zien dat de klant die heeft twee OT-experts in dienst die daar fulltime bezig mee zijn met de OT-omgeving. En dit moeten ze erbij doen. Dus het systeem moet hen echt helpen om inzichten te geven op een OT-domein. Wat ik wil zeggen is van kijk nog eens goed naar de procedures en is heel bedrijf ook vanuit een cybersecurity policy actief en weet het wat het moet doen in geval van. De volgende stap is alle OT-netwerken in kaart brengen, inclusief alle connecties. En vervolgens is er een keuze gemaakt van oké, welk netwerk pakken we nou als eerste uit? En er zijn natuurlijk voor- en nadelen van, pak je een grote of een kleine. Maar in ieder geval, daar hebben we een keuze in gemaakt, want die gaan we eruit vissen. Het systeem is geïnstalleerd bij de klant, dus de mail interface met het netwerk. Vervolgens hebben we het systeem in 2 weken in een learning mode gezet. Dat betekent 2 weken lang alle berichten analyseert en logt. En vervolgens is er geëvalueerd per logging en gezegd van nou, dit is inderdaad gewenst gedrag en ongewenst. En inderdaad, ik heb daar bingo gezet, want je hebt dus één apparaat uit. Generator die had een AWON in zich en die zat naar buiten te bellen. Dus dat doe je dan daarna, het inregelen en opvolgen van de adviezen. En vervolgens zet je het systeem in start continu monitoring. En dus de koppeling ook naar de centrale controlekamer. En daarna kom je terug in de loop van de beheer van updates en het evalueren van hetgeen wat je vindt. Dit hele project heeft in totaal, een doorlooptijd gehad van 3 maanden. Dus het is niet iets groots of omvangrijks. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. De klant die weet nu, en dat is denk ik de toegevoegde waarde als je zo'n soort systeem hebt, een monitoring systeem echt. Je weet nu daadwerkelijk iets van je OT-netwerk. Wat is nu daadwerkelijk gekoppeld? Wie meldt wat? Hoe praat men met elkaar? Zodra een vreemde laptop of gebruiker inprikt of een user iets doet, dan wordt dat dus gemeld. Je weet ook de routing van de data. Dus hoe loopt het pakketje van A naar B? Je weet dus ook welke commando's gegeven zijn op detailniveau. Je weet het allemaal. Dat is het grote verschil in plaats van ik denk of de procedure schrijft voor. En ik denk de onderscheid is misschien wel het belangrijkste. Je kunt dus echt bewijs aanleveren aan een instantie of gewoon in een hogere management van kijk, onze omgeving die is in orde. Deze tool helpt je dus ook mee, of de oplossing ook, dus om de bekende ISC 62443 compliance checks te kunnen doen. Daar zijn handboeken voor en zo'n oplossing als dit, dat helpt je in de bewijsvoering. Dus dat maakt je leven een stukje makkelijker. Nou, wat ik al zei, dit is een customer case met dit product. Er zijn er veel meer, want het is een off-the-shelf product. Dus dat in de diverse segmenten, dus olie en gas, maar wat ik zeg ook gebouwautomatisering, komt allemaal niet voor. Ik vind dit wel een mooi credo. Perfect is the enemy of good. Dat hebben we ook bij deze klant gehad. Heel veel dingen te bedenken van hoe het nou eindelijk het OT security ingeregeld moet worden. Wanneer is het nou perfect? Maar eigenlijk is het advies vanuit Rasten van begin er nou mee, start er nou mee. Ondanks dat je weet dat het niet perfect is.
Maar begin met het monitoren, overtuig jezelf, weet hoe het echt zit en ga vanuit daar doorbouwen naar perfectie. Mocht je meer willen weten over deze case, één op één kunnen we echt wel met de klant in contact komen. Of wil je meer weten over de oplossing of algemeen, dan zijn hier mijn gegevens. Dankjewel Martijn. Onno, een van onze vragenstellers zegt, ontwikkelaars vinden security eigenlijk maar een beetje naar spul, wat je er een beetje bij doet. Wat je er ook nog bij moet doen. Hoe hou je ze gemotiveerd om toch echt goed aan de slag te gaan met security? Dat is een mooie vraag, Pascal. Een van onze IT-directeuren binnen NRC illustreerde security testen enige tijd geleden als een corvée-dienst, wat er gewoon bij hoort en wat je ook moet doen. Dat zie je soms, maar wat ik merk is op het moment dat je mensen echt betrekt, hè, in de vorm van threat modeling en workshops rondom pentesten, dan zijn er mensen en die groep die wordt steeds groter, die worden ook echt enthousiast over dit soort thema's. En ik geloof er ook echt in, maar ik heb ook bewijs van. Want wat ik merk is, als NS hebben we natuurlijk ook bijvoorbeeld regelmatig vacatures, hè, voor professionals die we zoeken. En wat ik merk is, als ik bijvoorbeeld een vacature rondom testautomatisering plaats, hè, dan is het soms best wel moeilijk om de juiste kandidaat op die plek te vinden. Maar op het moment dat het gaat om security professionals, dan zie je dat daar echt een hele grote groep is aan mensen die echt op dat thema zichzelf willen specialiseren. Dus je ziet echt dat het thema populair wordt. En er zijn ook inderdaad ontwikkelaars, ja, die het erbij moeten doen, hè, die het als een moetje zien. Maar de groep die het echt vanuit een stukje intrinsieke motivatie doet, die wordt steeds groter. Oké, dankjewel. Henk, een vraag voor jou vanuit de groep. Een beetje goedkope vraag. Op welke wijze kunnen Saxion studenten worden ingezet in mijn organisatie op het gebied van informatiebeveiliging? Kortom, een vraag voor stagiaires. Wat zou dat voor klanten kunnen betekenen? Nou, wat we heel eenvoudig kunnen doen, en dat is ook een goede start, denk ik, om hier dit thema aan te pakken. Dat zijn risicoanalyses binnen je organisatie. Om eens te inventariseren van waar zitten de grootste risico's en waarom wil ik wat verdedigen. Daar kunnen studenten prima op ingezet worden, waarbij we dat uiteraard ook doen onder begeleiding van professionals uit het werkveld. Studenten leren de praktijk kennen en daar kan Saxion prima in faciliteren samen met partijen zoals jullie. Okay. Dus dat zou prima kunnen. Oké. Dankjewel. Ik heb er nog één voor Henk. Waarom is het draaien van software updates nog lastiger in een OT-omgeving dan in een IT-omgeving? Nou, wat bijvoorbeeld bij Martijn ook al bleek, hè, van het gaat over procesautomatisering, processen die continu in de lucht moeten zijn. En als je een systeem, bijvoorbeeld ook voor een stalinstallatie, als je die kun je niet zomaar even stopzetten of downbrengen om een software update te draaien. Dat is één van de andere aspecten van de OT-context. En de andere is ook wel, soms is de leverancier al lang niet meer in beeld, zeg maar. Dat niemand meer weet van wie deze software is. En dat zijn systemen die voor 20, 30 jaar stabiel draaiden. En dat was nooit een probleem. Steeds meer een probleem omdat het opengemaakt wordt, omdat het gekoppeld wordt aan een ERP-systeem. Of dat via zo'n wifi-connecties bijvoorbeeld de aansturing plaatsvindt. Dus ja, dat maakt het zeg maar lastiger om die software updates te draaien. Leverancier is er niet. En de downtime is soms bij 1 seconde al fataal of problematisch. Kan Radiflow ook ingrijpen als het afwijking ontdekt? Of is het puur een monitoring device? Radiflow kan zeker ingrijpen. Dus hij kan inderdaad, als hij een afwijking detecteert, kan hij dat pakketje tegenhouden. In dit geval hebben de klanten bewust voor gekozen om het in deze fase niet te doen en eerst alleen als monitoring tool te gebruiken. En ik heb nog een vraag voor Onno. Wat is de verhouding tussen gewoon testen en security testen bij de NS? Ik neem aan, Onno, dat langzamerhand aan het verschuiven is, maar... Ja, de verhouding is, dan moet je natuurlijk kiezen op welke manier meet je het. Binnen NS hebben we nu 6 fulltime pentest professionals die fulltime bezig zijn met het security testen van systemen.
Maar wat we proberen te doen is een steeds groter wordende groep testers, maar ook agile coaches meenemen en kunnen faciliteren van threat modeling workshops bijvoorbeeld. En meestal is het dan wel zo dat je echt een vakspecialist of eigenlijk altijd erbij moet hebben zitten om echt de technische diepgang in te kunnen gaan en een team voldoende te kunnen challengen. Dus die groep die wordt steeds groter en wat het werkelijke aandeel is waarin we van tijd wat besteden aan security, dat groeit wel. Maar dat zal nog steeds zo rond de 5% zitten, denk ik, NS Breed. Wat ik daar dan nog wel aan toevoegen, dat is inderdaad veel, maar dat komt natuurlijk ook omdat we met unit testing steeds vaker de developer al een belangrijk deel van het test en test automation werk laten doen. Ik ga nog even naar Martijn. Je hebt het net gehad over schaalgrootte van Radiflow. Tot welke schaalgrootte is Radiflow geschikt? Hoeveel boordplatforms kun je ermee handelen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus, kan Shell morgen bellen? Ja. Ik denk dat het is natuurlijk interessant vanaf naar meer dan één, maar ja, wat is het dan, één PLC? We hebben cases uitgerekend tot 3000 Modbus devices. Dus dat is de omvang, dus dat is best wel fors, denk ik. Wat je op één server zou kunnen pakken. Het wordt met name gekeken hoe de beperking zit hem eerder in de middelpoort van je netwerk switch. Dus daar wordt naar gekeken van hoe groot is die load. Wat eventueel ook kan, is dat je een cluster opzet van de Radiflow van de ICIT servers. Dus ja, onbeperkt is misschien wel een groot woord, maar je kunt wel echt wel hele grote systemen en hele grote aantallen oppakken en verwerken. En dan kun je gaan clusteren. Wat het trouwens ook nog kan, laatste uitsmijter, is het systeem kan ook comprimeren. Dat gebruiken we nu niet bij deze klant. Maar ze kunnen compressie doen aan de voorkant en dat vermindert natuurlijk ook de load op het netwerk. Dus er zijn diverse opties. Maar denk aan duizenden per server. Dankjewel. Dan heb ik nog een welhaast filosofische vraag voor Onno. Als een team onbewust onbekwaam is op security vlak, loop je niet een enorm risico met zo'n team om dreigingen te missen? Onbewust onbekwaam. Team heeft geen idee. Ja, dat is een goede vraag. Daar moet ik ook eigenlijk even hard over nadenken. Ik denk dat dit de reden is dat we altijd toch echt een cyber-expert mee moeten laten draaien in threat modeling sessies. Maar los daarvan zien we dat we, als we te veel focus op teams, dan missen we ook soms de dreigingen die over teams heen kunnen plaatsvinden. En dat is ook de reden dat we op dit moment hard bezig zijn om het eerste zogenaamde Red Team initiatief op te gaan zetten. En dat houdt in dat we eigenlijk los van de systeemontwikkeling die plaatsvindt, maar dat we gewoon een bepaald gebied vanuit NS gaan beschouwen en zeggen, nou, daar gaan we echt als hackers acteren en kijken welke dreigingen we daar kunnen gebruiken om binnen te komen in het systeem. En dan kun je ook gebruik maken van de menselijke aspecten, social engineering, om te kijken van kunnen we daar misbruik van maken om cyberrisico's te vinden. En dat is wel een instrument waarvan we zien, dat moet je ook doen naast hetgeen wat je meer bottom-up vanuit de team approach neerzet. Goeie vraag. Inderdaad, dankjewel. En laatste vraag wil ik even aan Christian geven. Je gaf in het begin aan, laten we toch even aan het eind een klein beetje reclame maken voor ICT Group. Je gaf aan dat ICT Group kan helpen bij bepaalde aspecten op het gebied van security. Heb jij daar voorbeelden van, Christian? ICT kan op een hele hoop gebieden kunnen we helpen. We kunnen bijvoorbeeld de klanten ondersteunen met een risk-based approach voor de configuration management database, waarbij we in kaart gaan krijgen welke systemen draaien er nou binnen zo'n plant. Hoe staat het met die systemen? Zijn ze end-of-life? Is de patch level up-to-date, et cetera? Om op die manier echt risicogedreven te kijken naar wat er in zo'n plant aanwezig is. Dat kan uiteraard gecombineerd worden met bijvoorbeeld de Radiflow waar Martijn zijn verhaal over ging. Op die manier heb je dus de combinatie tussen een geautomatiseerde asset scanning en een risk-based approach. Nou, tel uit je winst. Andere mogelijkheden die we kunnen bieden is bijvoorbeeld ondersteuning bij implementatie van een ISO 27001. We kunnen diverse security gerelateerde trainingen en workshops leveren. We kunnen een detailscan uitvoeren op basis van de IEC 62443.
Martijn noemde hem al kort eventjes. Dus we hebben diverse mogelijkheden waarmee we de klant kunnen helpen en ondersteunen. En ja, we gaan graag met de klanten daarvoor in gesprek. Okay. Dankjewel, Christian. Neem gerust contact op. Dat kan via christian.wolterloop@ict.nl. Stuur een mail. Wij weten elkaar vast te vinden. En tot slot wil ik nog even reclame maken voor een volgend webinar. Wat wij op 3 juni zullen gaan organiseren. Heeft niets met security te maken, tenminste heel weinig. Het gaat over living documentation, een aanpak op het gebied van agile requirements. We hopen jullie dan ook weer terug te zien. En voor nu wil ik iedereen bedanken en hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens.